Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja. Het is weer maandag en we gaan meteen een lekker broodje halen. Ja, en we gaan ook wat leuks doen, eindelijk. Ja, we hadden net een afspraakje, want Shell Martijn was bij ons op de koffie. Ja, dus daar hebben we eventjes een pakketje kat 1 meegegeven. Ja. Hij gaat daar een leuk filmpje van maken. Ja, dat zijn deze prachtige pakketten. Ja. Kijk, heerlijk. En een heerlijk blikje. Strawberry en cream erbij gedronken, maar dit is hem dan, hè. Ja, het is heel ziek. Wij hebben hem stiekem getest, maar we hebben nog verder niks laten zien. We hebben ook zelfs nog geen video gemaakt over vuurwerk dit jaar, maar dat komt allemaal later nog online. Ja, want we konden het gewoon echt niet laten om dit toch eventjes te testen. Ja. Want ja, het zou een teleurstelling zijn als het niet volgens onze eisen zijn. Nee. Maar hij is goedgekeurd. Hij is goedgekeurd. We hebben dus anderhalf jaar geleden een soort proef gedaan met wat voor vuurwerk zou erin moeten komen. Nou ja, het is zeker gelukt. Vet, het is zeker gelukt. Ja, mooi boxie. Echt een pyro logo en echt gewoon... Echt de aansteker gewoon. Ja, ja nee, ik kan niet wachten om het jullie allemaal te laten zien. Nee. Ja, de aansteker, ja, ik heb het daar zo. Ja, het is echt precies die pyro. Ja, de kersteditie. Hey, trouwens, over kersteditie gesproken. De kersteditie box staat juist online. Ja. Dus wil je die hebben? Ze gaan knijterhard, want die andere waren en we moeten even een datum afspreken wanneer wij de laatste limiteds online gooien. Want daar zitten ook heel veel mensen op te wachten wanneer die online komen. Ja, dus het komt allemaal achter elkaar. Ja, maar dat zullen we zeker vermelden op het vlogkanaal. En check even Kenny View, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja, ik zie al heerlijk snoep hier aan de achterkant. Nieuwe prijzen, alles erop en eraan. Hij is weer helemaal up-to-date. Dus dat is echt perfect. En schepsnoep. Schepsnoep. De dierenmix, de mystery, de grote potten van 900 gram. Alles is weer terug. En dat allemaal weer voor dezelfde welbekende scherpe prijs. Maar nu eerst dus eten halen en dan naar het tuincentrum. Ja, want we gaan eindelijk onze plantenbak vullen met de plantjes. We gaan weer op pad met de Kenny. Krijgen we de melding. Ziet er nog goed uit. Geen koelvloeistof. Hoppa. Nou, dat is best knap. Na het weekend? Zekers. Little bestje, 2 meter rijdt, gaat hij af. Ja, dan gaat hij. Schommelt hij even. Regen. Ja, dat was hem. We gaan wel weer. Dat is hem. Oh! Het voorraadje gaat ook wel hard hoor, met de koelvloeistof moet ik zeggen. Dat gaat echt harder doorheen. Echt dagelijks vullen. Maar, die is echt leger dan leeg. Hij is echt leeg gelopen. Kijk dan, echt niks gewoon. Maar als we onze garage hebben. Ja, daarom. Dan kunnen we het fixen. Gaan we het zelf even fixen. Met een tutorial op afstand vanuit Armelo. En dan gaan we het gewoon klaren. Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Dat zou echt fijn zijn. Want er moet iets, een module dingetje lek zijn. Ik heb geen idee. Maar hij weet dat we geen brug hebben. Ja, dat heb ik gezegd. Ja. Wat ik zei van, kunnen we het zelf maken? Zegt hij, alles is te maken. Zeg maar, zonder brug. En hij, ja, want je moet een paar panelen losmaken. En dan zei ik al, dit, dat, zo. Een paar panelen los? Ja. Oké. Okay. Dat zijn flinke panelen. Maar dat komt vast wel goed, dat, want de andere 107 is ook in en uit elkaar gegaan. Ja. Nou ja, vullen en kunnen we weer rijden. Dit is onze AdBlue. AdCool vloeistof. Nou. Hier is de sleutel. Hoppa. Kluk. Kijk eens. Dit is lekker hoor. Zo, hij is echt leeg. Hij is dorstig hoor. Het is niet echt dorstig weer, maar de caddy heeft altijd dorst. Een koelvloeistof hoort niet leeg te gaan. Dat hoort nooit leeg te gaan. Maar bij ons, om de 3 ritjes, moet hij gevuld worden. Ja, ziet er goed uit. Kunnen we weer. Zo. Boom. En het is tijd om naar de eerste bouwmarkt gaan. Plantjes halen bij de bouwmarkt. We gaan die hydrokorrels halen voor in onze plantenbak. Ja. Want die gaan we eindelijk echt gewoon even ready maken. Dit zijn plantjes. Met zijn buitenplanten. Hier, dit erin. Zo. Dan gaat het fout. We hebben nu van die hangende mooie planten. Ja. Dus we gaan naar het tuincentrum, maar eerst bij de praxis anders bewalen. Dus. Dit is de tuinafdeling. Kijk, mooie grasmandjes. Zo. Net echt. Hier, daar liggen zakken. Oeh. Ook met aarde. Nu is de grote vraag, willen we aarde hier hangen of... Kijk eens, dit zochten we. Jeetje, wat voor aarde moeten we hebben. NO3. Ja, dit. Hydrokorrels. Is dit dan de dit 40 de liter of de 10? 10. Oh, ja, 10 liter. Nou, hadden ze 40 in de korting hier. Inhalen, 40 betalen. Met steentjes afwerken zou ook nog kunnen, een schuttingje eromheen. Juist. Ja hoor, even insprayen af en toe met de anti-insect. Ja. Anti-muis, anti-rat, anti-bij. Dan raad ik u toch ook deze aan voor de overige insecten en natuurlijk de anti-spinnenweb. Oh, nou, dan zijn we compleet. Ja. Dan zijn we compleet. Alleen ik wilde van die plantjes waar ook lampen boven moesten hangen. Heeft u ook lampen? Oh ja, nee, dan ja, is andere afdeling. Oké. Binnen en buiten. Wij zijn de op zoek naar binnen. Wij zijn van de binnenplantjes. Wij zijn van de binnenplanten. 20 liter, dat is ook niks. Onze plantenbak is zo groot. Breed. Ja. Ja, of echt even naar de intertuin. Maar ja, de korrels waren hier wel het goedkoopst. Dat zeker. Maar ja, de 40 liter. En ze hebben alleen maar 10. Deze was ook goedkoop. Deze was ook goedkoop. Ja, ja. Maar ja, we hebben wel meer nodig dan 1 zakje. Dat zeker. Maar ja, hier is het wel, als het dan toch moet halen, is het nog steeds beter om het hier te halen dan... Bij want ik denk dat in zo'n tuincentrum... Ja, dat denk ik ook.
Ja. Maar ja, ook het aarde misschien. Ja, maar misschien is het wel kwalitatief beter. Oh ja, dat zou ook zomaar kunnen, ja. Top, mooie trap. Trap is ook prijzig, maar die moeten we ook nog een keer. Want onze mooie gele trap, ja, dat vinden we niet zo mooi. Nee. Maar dan willen we dit. En dat zijn van deze plankjes, die moet je op maat zagen. Ja, en dan willen we specifiek, dit is hem. Exact. Deze is het, met deze streep. Deze hadden we toen hier... Een lekker gripstrookje. Ja, hier was hij ook het goedkoopste op dit moment. Eiken, toplaag. Ja, dat is hem. Ja, ja, een hele mooie. Maar ja, dit is weer later het projectje. Dat wel, eerst onze planten. Ja, 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 ja. Moeten we er twee? Ik weet het niet. Echt een diepe bak. Maar ja, aan de onderkant komt dus die korrels. En dit is 40 liter. Ja, onze bak is niet zo breed als dit, maar ongeveer misschien de helft. Iets meer. En dan ongeveer echt wat tot hier. Grote bak. Het is een flinke bak, ja. En waar ik ook een beetje bang voor ben, daar zag ik ook al veel comments over. Ja, vliegen en beestjes. Nee, de, hoe heet het? Wij hebben natuurlijk het hele zielige cel erin. Dat moet echt wel sterk cel. Ja. Als je dit gewicht alweer voelt, ik ga dat helemaal volgooien. Ja, en vooral het water. En dat gaat scheuren. Ja, dan hebben we lekkage. Dan hebben we een goede lekkage. Daardoor zijn er ook veel mensen nepplanten. Maar ja, dat is lastig. Want dan heb je letterlijk inderdaad alleen de korrels en dan ben je klaar. Maar ja, de korrels moeten we sowieso. En het water. En dan wil je wel je nepplanten die er wel goed uitzien. Tot het grond BV. Goeie naam wel. Ja, ik weet niet hoeveel we nodig hebben. Is geen schonere zak. En de 40 liter zakken van die korrels, die lagen waarschijnlijk buiten. Dus gaan we dat nog even checken straks. Maar ja, qua hoeveel 40 hebben we, 80 liter, is dat dan voldoende? Ik heb echt geen idee. Ik heb ook geen idee, want het is een diepe bak hebben. Ja, ik ben blij dat we hem behoorlijk hebben opgehoogd. Ja, ook. Ja. En dat we niet hebben gedacht van, oh, die vullen we. Nou, ja, daarom. Maar ja, als we weer wat latjes erin gooien als bodem, is hij weer wat hoger. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat we kleine 200 euro's kwijt zijn. Nou, met die planten straks, dat gaat hard hoor. Ja. Dat gaat echt hard. Nou. Want dan willen we ook nog zo'n meter, dat je weet of ons plauw voor ons ding gezond is. Die zet ik ook wel te zoeken, want ik dacht was die bij de... Ja, nee. Je onderschat altijd wat het kost. We hadden net ook even gekeken bij die trap. Ja. Ja, dat is ook een dure prijs. En voor de mensen, nee, ze verkopen geen KNO 3. Of kas. Nee, kas. Ze verkopen geen kas. Ja. Sorry. KNO 3 doen ze sowieso. KNO 3 is heel lastig. Wil je ook een zakje meenemen? Ik neem zeker een zakje mee. En weer de volgende bouwmarkt. Kijk of ze het hier hebben liggen. Het is wel de seizoen van de potgrond, hoor. Ja, en van die, hoe heet het? Ja. Want dit zijn weer mestkorrels. Ja, nee, we hebben hydrokorrels. Cement, zand. Andere zooi. Van alles erop en eraan, maar nergens die korrels die wij weer zoeken, hoor. We hebben gewoon 40 litertjes nodig, dat is het. En hier is het alweer een stukje duurder dan bij de praktische. En dan kunnen we bij de jackpot kijken. En daar eindigen we straks weer, hoor. Want die hebben het weer wel. Trek zo'n koude tuintje. Oh. Dat was ook echt iemand. Dat was ik niet, dat was ik niet. Wie komt er nu binnen met de levering? Er stond echt iemand erachter. Wil je geen steentjes als afwerking? Jeetje. Dit is een goed zakje, 25 kilo'tjes. Oh, dat zijn ze. 50. Weer 50, dat is nog kleiner. Nog minder. Je zoekt 40. 40. Grote speler. Zeker. Grote plantenbak. Ja. Flink grote plantenbak. Dit is leuk, die kun je gewoon kiezen. Wat je nodig hebt. A few moments later. Nou, hey, zo. 40. Dit moet wel genoeg zijn. Ja, 1,21. Groen doet je goede. Goed, ja, daarom rijden we ook groen altijd, hè? Ja, wij rijden altijd ecologisch. Zeker weten. Wij hebben geen lekkende voertuigen. Ik zie geen prijs erbij staan. Maar dat zal wel goed zijn, hè? Was in de aanbieding? Nee. 20 euro? 16. Nou, 17. Helemaal goed. 16,99. Ja, helemaal goed. Als ze zegt 17, dan zeggen we nee. I don't want this one. Alsof we in Polen waren, weet je nog? Was in Polen was het altijd zo. Polen was leuk, ja. Gewoon die Mackie daar alleen al lopen op die markt. Wat vinden jullie van als we nu weer naar Polen gaan en niet gaan afsteken? Ja, dat klinkt kut, maar misschien voor de vlog is dat wel geniaal. Ja. Maar ik weet zeker, als wij daar lopen en we kopen niks bij die winkeltjes, worden wij daar ook ontvoerd. Gefoonshoot, ja. Maar het is wel geniaal. Ja. Het is echt prachtig. Snel geshopt. Nou, we hebben spul van ons plantenbak. Nu denk ik wel weer, ze hebben niet te veel. Want we hebben nu 3 zakken. In totaal 120? 80, 90, 100, 110, 120, ja. 120 litertjes. Dat is niet niks. Nee. Voor in ons plantenbakje. Maar we kunnen altijd terugbrengen, toch? Maar als ik dit zo zie, dan denk ik weer van, ja, die bak is zo ruim. Als ik dit erin zet, zo. Steek was nog niet uit bijna. Nee, maar dan keer 3, hè? Ja, daarom. Ja. En we hebben ruimte nodig voor de plantjes. Waar is altijd handig. Oh ja, de planten hebben we ook nog. Ja, daar gaan we nu heen. Ik denk dat het te veel hebben gekomen, maar liever te veel, maar we kunnen terugbrengen. 100%. Zeker. We hebben ja. Nou, laten we naar het tuincentrum. Oliebollen. Is een mooie kraam. Dit is een mooie kraam, ja. Moet even getestproef worden. Ik ben een ervaren bouwer. De Dubai oliebol. Oh, inderdaad. Die hebben ze in Almere. Nou, wij gaan naar binnen op zoek naar planten. Ik wil net zeggen, ik was een hert. Kijk wat de buren ervan zetten. Ja. Gewoon als we dat in één keer op ons dak zetten. Gewoon zo'n hele kudde. Ja, zo. En dan met zo'n kerstding. Kijk wat de VVE hier gaat zetten. Denk je dat de VVE kerstverlichting aan de panden brengt? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ik denk dat het heel saai blijft. Ik denk het ook. Nou, dit wordt wat, hoor.
We gaan wel advies vragen aan moeders. Voor, we gaan mensen zeker vragen ook aan hier, aan de mensen, van wat hebben we nodig. Per bak, €5,99. Kunnen zo'n heel ding, kunnen we dan... maar ja, dit is winterhard. Nee, ja, ik denk dat we meteen even advies moeten vragen van wat zijn nou binnenplanten, wat zijn buitenplanten, wat hebben we ongeveer nodig. Ja. Want je hebt zelfs zilverblad. Wij willen hangplant. Ja. Ja, maar dit is wel gaaf. Maar ja, dit mag je weer niet mengen met ik voor. Dat is waar. Geen kantoorhond, maar een kantoorkonijn. Dan wordt dat een. Die dikke, hè? Ja, die dikke, ja. Ja, dat is een leuke. Moet hem even een ei op zijn neus. Oh, je moet ze allebei nemen, ik zie het al. Ik zie het ook al. Allebei, gaat als setje. Ja. Doe maar hockey mee. We hebben Cookie en Coco. Lekker. Ja. Doe mij maar de Cookie Coco. Met kerst, hè, sommigen. Hij gaat er al bij liggen. Hier, de X-Mas. Nog meer kerst. Nog kerstmis. Oh, dat blijft ook vet, hè? Het is een aquarium. Ja, maar dat is zee. Met koraal en zo. Dat zijn dure plantjes. Dat zijn dure plantjes en dingetjes, ja. Ik denk straks lopen die winkel uit. We hebben geen kamerplant gezien, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Het is allemaal kerst. Alles is kerst. Dit is oprecht wel leuk. Maar wat kost, hè? Maar het is wel leuk. Waar zou je dat neerzetten? Waar zet je dit neer? Kijk je kerstboom. Een Stitch kerstboom. Dat is wel leuk. Ja, maar dan wil je ook zo'n draaiplateautje erbij. Zeker. Dat je elke hoek goed kan zien. En hij mag wel wat sneller draaien, hoor. Het is wel jammer dat hij geen piek heeft. Ja, dat vind ik ook jammer. Ze hadden die stitchje erop moeten zetten, zo. Kerstboom zonder piek. Dat is jammer, hè? Ja, nee. Zo. Ze gaan wel next level hier, hè? Mario. Die kan je winnen. Over die kan je winnen. Nou, wij gaan grijpen naar andere dingen. Alleen maar kerst. Het is ongekend. Ik had nog gevraagd, zijn er nog kamerplanten? Dus als je alles maar doorloopt, kom je heel veel kerst tegen, maar daarna ooit kunnen we kamerplanten. Nou. Hier al ergens moet ik aan. Zo, die wil jij op je zolderkamer. Ik vind het wel leuke bomen. Je kan zeggen wat je wil, maar dit is anders dan kerstballen. Een boom in een boom. Ja, dat is leuk. Dit is het. Oh, we zijn er. Dit is het. Kijk eens. Juist. Dit zijn de planten die wij zoeken. Het is het tropische weer. Zo. Voel je hoe lekker warm het hier is. Heerlijk. Kijk eens, zo'n plant willen wij. De hoek, ja. Zo, dan zijn we klaar. Is goed. Doe er maar twee. Kamala erbij. Drie van die in die pan en klaar. In die bak. Zien ze ons echt niet meer zitten. Nee. Hier, oh, dit is ook mooi. Ja. Dit vind ik oprecht wel echt een mooie plant. Die voor in onze hoek. Dit wordt wat hoor, jongens. Ja, dit wordt wat. Zo, wat dacht je van deze? Zo. Maar weet je, het hele ding is, dit hebben we dit. Er moet ook zo'n mooie plantenbak bij. Daar red je niet recht dit, die hangplant. Hey. Ja, en kleiner. Deze tot de grond. Is dit echt een watermeter? Dat is een watermeter. Oh, deze ik had verwacht dat dit echt €30 zou kosten. Met een dobber. Ja, met een uitlegfilmpje erbij, dus die gaan we even 20 minuten kijken. Ja, heb je even. Ja. Deze moeten we sowieso hebben. Zo, gaat die alvast? We hebben deze nodig. Oh, de XXL variant. Deze meet ook hoe gezond je plant is. Nee. Voor een grote pot denk ik. Zo, wat een dobber. Ja, deze zit hier ook op de bodem. Bodempje is een gipswandje. Maar als het hier water is, hebben we misschien nog een extra celtje nodig. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Nou, we moeten ook gelijk cel halen hier, hoor. Ja, dat hebben ze plantencel, vast ook. Plantencel, ja. We zitten te kijken, hoor. We zijn de binnenplanten hebben gevonden. Moet dit het dan worden? Op camera ziet het er wel echt prachtig uit. Maar deze planten hebben dus veel licht nodig en veel water. Dat is vaak nog een dingetje bij ons. Dus het is even een beetje kijken welke planten hebben geen veel licht nodig, deze hebben geen veel water nodig en zijn perfect voor binnen op kantoor in het donker. Ja. Want wij editen in het donker. Als één keer zonlicht nou op ons scherm, dan is het kutding. Ja. Glijf wel lang naar beneden. Pikken donker. Is ook wel mooi gemaakt dit zo. Ja, nee. Ja, nee is, dit ziet er wel leuk uit, toch? Zo dit. Ja, maar dit heeft dus veel water nodig. Dat is kut. Dit is een beetje ribbelchips idee. Wel een lekker dik plantje. We hadden toch even een jaar eerder bij de Floriade moeten kijken bij ons. Dat denk ik ook, ja. Ja. Maar die waren ook nog niet klaar. Nee. Dus er lag ook nog geen plantje. Maar die waren wel gratis daarna. Dat wel, ja. 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 Dit is ook niet wat we zoeken. Dit hangt wel een beetje, maar niet strak. Niet strak in pak. Wat een vlog, hè? Dat we nu even plantjes gaan uitzoeken. Maar ja, jullie wilden het en het heeft lang geduurd en we gaan echt nu een bakje vullen. Dus dit moet. Ja, dit is een. Dit moet het dan denk ik worden, dit. Maar een stuk of 18. Wel veel. Wat kost zo'n potje? €4. Ja. Maar ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Aardig bosje. A few moments later. We hebben onze eigen plantenbak gecreëerd. Dus. Het kon ook een en al onkruid zijn dit. We moeten niet hebben dat iemand langs komt te zeggen. Moet je niet snoeien? Het hangt er wel over, hè? Het hangt er zeker over, ja. En dat willen we wel een beetje. Ja. Maar ja, deze is gewoon dood. Dat is zonde. Deze gaat dood. Deze is ook al bijna onderweg. De hele plant gaat bijna dood. Deze is dood. Weten we niet of dit dood is. Of dit is een groeibegin van een nieuw leven. Dat zou ook nog geen heel idee hoe het komt te werken. Nee. Nou, mooie potten. Ja, andere potten die steken wel. Daar ben ik meer van, ja. Hebben we iets meer verstand van. Komen weer bloemen uit. Dit is wel spannend. Ja, nee, ik ben benieuwd.
Iedereen kijkt ook echt van, wat zijn dit voor tuinzoekers? Ja. Ik heb er geen verstand van, jongens. We hebben een nieuwe creatie gemaakt. Met deze plantjes. Kijk, even wat van die grotere bladen tussendoor. Dit ziet er al beter uit. Alleen horen we net, die onderste plantjes, die hebben heel veel water nodig. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus we hebben vetplantjes nodig. Oh, dit wordt hem, hoor. Kijk, het ziet er al mooi uit, hoor, zo dat karretje. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, we hebben er twee, want de andere wordt gepreorderd. Ja, die word ik op gebeld. Dan krijgen we er nog eentje. Dan hebben we er drie. Ja. En dan opvullen met deze. En ze zeggen, je kan beter te weinig halen dan te veel. Precies, dan, want dit, gaat echt, dit wordt nog een flinke plant. Ja. Dit gaat nog uitzetten, dus dit is een goed begin. Ja, dus als we deze er nou inzetten, dan hebben we in ieder geval... En het is niet knijten duur. Nee, echt niet. Nee. Valt echt reuze mee. Ja, ik denk ervoor, ik weet eigenlijk niet wat deze planten kosten. 15, dacht ik? 16? 16 euro, ja. Ja. Ja, nou, dit is 32 plus 4 van die andere. Ja, zijn we, nou, dan kunnen we lekker tuinieren. Ja, nou, dan gaan we dit inladen. En vijvercel hebben we nodig nog. Oh ja, en vijvercel. Vijvercel, wat kost dat? PVC 4, 6, 8. FNL. Ja. Voor een tientje. Special prijs, maar we weten niet of we het gaan halen. Oh, ik denk dat ik te laat ben. Altijd die december feelings, hè? En dan mooie plantjes. Nou, we mag gewoon in de intratuin halen vuurwerk. Dan hebben we intratuin weer planten. Op zich wel meer logisch. We hebben dus een zeiltje gekocht in de gok. Special prijs, 10 euro. Of dat past, weten we niet. Het is wel echt een rubberen mat. Ja. Maar we weten niet of we het redden. In de caddy. Dit is dus het stukje vijverzeil wat we hebben gekocht. Ja. Gaat het passen. Echt een afvalstukje. Alsnog een tientje. Is dat duur, is dat niet duur? Geen idee. Nieuw kostte het 40 euro. Maar ja, we hebben dit even als gok gekocht. Ja, het is echt rubber dit. Ja. Echt vijverzeil. Hier komt geen water doorheen. Nee, onmogelijk. We hebben een tientje voor moeten betalen voor dit stukje. Zou je toch zeggen van geef die jongens het gratis mee. Ze halen allemaal plantjes. Beetje service. Maar ieder stukje verkocht hij. Dat zei hij ook echt. Zou ieder stukje verkopen. Ja. Dit erin. Ja, en dan die zijkantjes uitklappen. En dan inderdaad... Dat dit zo zit. Schieten! Dat mooie gipsdingetje. Dan vragen ze altijd, van wat is de plantenbak gemaakt? Plastic, dit, dat... Hout. Nou, van gips. Maar gips met hout. Maar iedereen schrikt ervan. Een gipsen plantenbak. Is ook heel raar. Daar zijn we echt zeker mee eens. Dat is echt heel vaak dat dat ooit gezegd is en dat we dat ooit hebben gedaan. Maar het is wel een prachtig bakkie. Advies van de bouwmarkt. Ja, en weer de bouwmarkt die ook het advies gaf van de prachtige verf. Alles komt goed. Ja. Uiteindelijk wel. Ja, nu hebben we toch nog een prachtig vijverzeiltje erin zitten. Zo, en of die mooi is. Zeker. En dan kunnen we eigenlijk straks daar nu hier 80 liter potgrond en dan nog 40 liter aan korreltjes. Ziet er goed uit hoor, een extra laagje. Waterdicht, hier tussen iets minder waterdicht, maar ja, het meeste water komt natuurlijk hier zo in. Ja. Ja, dat wordt gewoon die korrels erin smijten. En kijken hoeveel potgrond we erin kwijt krijgen. Het is echt een klankkast. Als ja, het is heel hard dit geluid. Als je zo doet, en dan heb je gewoon pik en heb je pie. Ja, en dan ga je pak pie. Hoor je maar wel perfect hoor, met dat niet-pistool. Even die binnenkant. Ja, echt. Even lekker stofferen. Het is ook een beetje rekbaar, hè? Ja, het is echt rubber. Het is perfect. Kwaliteit. Kwaliteitsspul. Klaar voor? Ja hoor. Lekker knikkeren. Kom maar door hoor. Hoeveel heb je nog? Ja, dat is wel wat. Die zit wel, hè, denk ik. Ja toch? Ja. En dan hebben we nog een beetje voor de afwerking boven. Was dat met 10 kilo gelukt? Net niet. Nee, hè? 2 keer 10. Ja, 2 keer 10, ja. Ja, hoe diep moet dat? Dat zal er vast op staan. Minimaal bodertje, maar liefst 30 centimeter. Even kijken. 25 tot 20% in de pot. Ik denk dat het wel goed is, hoor. Ja. Nou, aarde erbij. Ja. Kijk eens, meneer met de groene vingers. Jij hebt op een school gezeten voor planten. Dat was zeker groen. Ja. Heel groen. Maar geen... Nee, geen hovenier geworden. Hoor. Geen hovenier. Nee, net niet. Kijk eens. We gaan het. Kijk eens. Nou, groene vingers, hoor. Een beetje daar, hoor. Kijk dan eventjes. Wat wordt die bak zwaar, jongens? Dat wil je echt niet weten. En hij was al zwaar. Ja, nee, ik denk nog een beetje extra. Of moeten we... Hadden we meer hydrokorrels? Nee, dat denk ik niet. Want anders was het bijna 50-50. Oké, dan gooien we nog een zak bij. Oké, ronde 2. Oh. Nou, probeer niet de ventilator... Klein beetje de grond. Kijk, dat is een andere kleur. Ja? Ja. Het is natter. Top, hoef ook geen water meer te geven. Ja, we hebben een harkje en een dingetje. We hebben een hoofd hier naast ons. Dat is waar. Kijk eens, netjes. Nog meer of niet? Nee, ik zou... Netjes. Ja, wat zeg je ervan? Het is ja, een bakje. Als we een gat graven, dan... We kunnen even kijken hoe het staat. Ze kunnen er altijd weer uit.
Ja, precies. Nou jongens, er gaat toch gewoon 80 liter aan potgrond in. We gaan gewoon die hele zak even deponeren. Ja. En dan verdelen we het wel. Ja. En er kan er altijd wat uit. Best wel wat in hoor. Ja, zeker. Dit is echt een zwaar bakkie. Ja, kijk. Ja, dit is een pot met een kop erop. Dit is zeker genoeg potgrond. Zekers. De plantjes worden lekker verwend. Dat weet ik wel. Zo erin. Dat ziet er me toch eens even fancy uit, hoor, dit. En ondertussen waren we hier aan het kijken voor nepplanten, maar we hebben gewoon echte. Ja, en wat we twijfelen nog in ons hoekje. Ja, daar moet misschien nog een hele grote bamboeplant. Maar ja, dit komt er ook nog in straks. Dus die gaan we ook even... Hartstikke leuk. En dan kopen we plantjes voor in zo'n loods. Doen we een lampje erboven, die nog een beetje geld erbij. Ja. Ja. Lekker droog. Groene vingers. Zeker. Dus als hier al een keertje politie komt, hebben jullie planten zijn verzekerd? Loopt u mee? Ja, en dan laten we deze zien. Zijn we boven, onder de warmte lamp. Ja, genoeg lamp hier. Kijk eens, 120 watt. Nou, dan krijgen ze wel warm hoor, die lampje. Oprecht heel heet. Ja. Nee, dit ziet er veel lekker uit dit. Ja, kan je die er even uit aan? Dan kan ik hem even nog extra verdelen. Kijk eens aan. Is hij eindelijk klaar? Na hoeveel maanden? Geen idee. Nee, maar dit heeft wel even geduurd. Ik denk echt dat we misschien wel een maandje, anderhalve maand verder zijn nu. En dan is hij nu eindelijk klaar. Gat graven en ding. De voetjes en de dingetjes die zitten er alweer op. Maar goed, de planten gaan erin. We kunnen hem weer helemaal zwart spuiten. Ja, kijk eens. Boom. Oh, wat mooi. Moet dat nog de wortels eruit ge... Nee hoor, dat ziet er goed uit. Ja? Natuur doet zijn ding. En het ziet er goed uit. Moet nog groeien, hè? Moet nog groeien. Ik ga deze even unpacken. We krijgen er weer potgrond bij, hoor. Gaatje graven. Wat een tunnel. Godsamme, in mijn labelprinter. Hoi. Wil je nader inzien? Twee is voldoende. Ja. Ik heb er geen drie. Zo zie je maar, geluk ongeluk. Dit ziet er echt goed uit. Dit gaat nog lekker vol groeien, dus dan gaat dit ook lekker deze kant op. Dat is ook precies aan hetzelfde aan de andere kant. We hebben gewoon lekker symmetrisch opgebouwd. En onze meter voor erin, dat heeft helemaal geen nut. Nee. Onze watermeter, dat is ook eens even de wereld uit. Maar dat moest je speciale potten voor hebben, dan had het nut. Maar voor nu is het gewoon elke week even gietertje er doorheen. Ja, als je speciale potten hebt, heeft het wel zin. Ja, maar, zeker. Maar die hadden zo'n extra reservoir en dit en dat. Maar dit ziet er... fancy goed uit. Je wel andere meter, kan je erin prikken, kan je kijken of je genoeg water heeft op het moment of zo. Maar dan moet je hem echt letterlijk erin stoppen en er weer uithalen en weet ik wat. Maar dit ziet er leuk uit. Ja, we moeten alleen nog een gieter hebben. Ja. En daar kunnen we eventjes alles mooi in doen. En het is nu tijd voor de decoratie eigenlijk. Kijk eens, de decoratie zit ertussen. Al die balletjes. De hydrokorrels. Ja, dit ziet er goed uit hoor. Ja, ja, lekker groen, lekker luchtig, minder hoofdpijn. Het ziet er goed uit. Ja, het is alleen al die balletjes, ik knijt er al zo'n wat eruit. Ja, het ziet er wel echt vet uit. Het is een beetje donker hier op beeld, maar omdat er niet echt een licht boven hangt. Maar het is zeker groen. Ja, en dan staat het bureau hier tegenaan. Ja. Nou, dat staat netjes. Ja, en onze vinnetjes die krijgen onze computers letterlijk gewoon geprotect met planten. Ja. Dat is wel een beetje wat frisse lucht pakt hij. Ja, en dan blaast hij zo weer naar ons. Ja, ja, heerlijk. Ja, het ziet er goed uit zo. Wij inhaleren lekker... Het is letterlijk gewoon een kleine jungle. En dit is hem. Helemaal strak in pak. Ziet er heel netjes uit. We hebben lekker gegeten. Ja, ik heb ook als achtergrond heb ik herfstachtergrond. Ja, de blaadjes en alles waait voorbij. Heerlijk. Maar het is tijd, want het is herfst. Pyrofuel.nl, we gaan even wat boxjes maken. Ja. De kerstboxjes. Willen die boven beneden gaan in elkaar knutselen? Ik denk beneden, want dan kan het meteen in de bus. Ja, ja, dit is een mooi werkplekje hoor. Ja, niveau 4, niveau 3, noem het maar op hoor. Ja, dit stage kan. Niveau 5, oh nee, dit bestaat niet. HBO. HBO. Kijk eens, deze zijn allemaal net al gedaan en we zijn bezig om de pakketjes te vullen. Dan gaat er sowieso altijd een... portemonneetje. Dan pakken we een kleine smal aansteker. En dit is gewoon de kerstpakket, hè? Kerstkit. Kerstkit. Hey, maar trouwens, je gooit deze er echt zo in alsof het heel normaal is. Ja, nee. Deze dit... nog nooit, hè? Kijk eens eventjes wat hierop zit. Het kerstmutsje op de smal aansteker. De enige die je kan krijgen is dus via het pakket. We wilden een beetje exclusief maken. En check hoe vet dat matcht met dat rode knopje, die locker aan de bovenkant. Ja, dat ziet er zo goed uit. Ja, en het hele pakket is dus 50 euro. En ik hoorde mensen zeggen, ja, dat is best wel prijzig. Maar reken maar eens terug... Als je dus het totale bedrag hebt, dus stel voor je rekent deze aansteker, ja, je rekent de smal aansteker en een portemonnee. Portemonnee, kom je dus goedkoper uit met een pakket, inclusief je krijgt het nog mooi in een doosje. Ja. Want dat is ook check nog mooi dit, dit ziet er zo gaaf uit. Gewoon de smal, de large en een portemonneetje in het prachtige pyrodoosje. En een nieuwe portemonneetjes, hè? Ook nog. Dus ja, deze met sterke magneet. Hoppa, kijk. En, kijk, support of support, hè? Ik heb hem zelf ook. Hoppa. Precies dezelfde, deze. Hoppakee. Met dus ook de
sterke magneet. Ik zei eerst in de video van ik heb het slap en het werkte niet, maar het klopt dat ik dus de sterke magneet heb. Ik heb, nee, niemand heeft de slappe meer. Nee. Iedereen heeft nu de sterke magneet. Ja. Ja, dat is echt top. Dus upgrade-waardig jongens dit. Zeker. En die prachtige pakketjes. Kijk eens. Official Pyro Box. We gaan nu naar het stashhouse om daar verder de andere portemonneetjes in te pakken. En het busje wordt weer gevuld hoor. Mensen denken echt, wat doen jullie hier in de nacht? Criminele activiteiten. Nee, gewoon decembertijden. Gewoon werken jongens. Hey, pyrofuel.nl. Onze trotse bedrijfjes. Twee zijn er geskipt. En er zijn nog maar twee toppers over. Ja, die bovenste topper is ook jammer. Ja, deze bleef wel echt knijterhard gaan. Deze is eigenlijk wel echt verloren. Ja. Car Wash For You is wel echt ripstick. Dat is gewoon jammer. Ja, we zijn uitgespeeld door de grote concurrenten. Maar daarvoor, Candy For You, dat is gewoon... Ja, dit is een topper hoor. Dit is echt top. Kijk, dan liggen ze hoor, de Pyro Wallets. Met daarbij de echte kersteditie aanstekers. Dat zijn producten die we zelf ontwikkeld. Dat is ons kindje hoor. Echt, dat is topkwaliteit. En het lampje blijft branden hoor, Aro. Koelvloeistof. Koelvloeistof lampje. Oprecht, dit is wel heel erg. Ja. We hebben 1,5 liter fles erin gegooid. Ik denk dat gat nu alleen maar groter en groter dat wordt denk hoor. Ik ook, ja. Want normaal kunnen we echt gewoon een week rijden. Nadat we hem hebben gevuld, helemaal door de weeks. En nu na een dagje, we hebben geen eens ver gereden. Geeft hij alweer de melding dat hij op is. Dat is wel echt heel erg hoor. Nou, laten we net ervoor zorgen dat ons garage binnenkomt binnenkort. Ik heb de leveringsdatum gehoord. Woensdag of donderdag wordt het geleverd. Fantastisch. 6 pallets? Ja, dus in totaal 6 pallets inderdaad. Ik ben echt benieuwd jongens hoe het eruit komt te zien. A few moments later. Zitten we dan in zo'n grimmig hockey? Industrieterreintje. We hebben namelijk het volgende. We moeten wachten. Tot we naar binnen kunnen. Ja, we hebben wel de sleutel hier. Alleen het alarm, daar gaan we nog net niet over. Nee. Dus die moet er afgehaald worden. Maar degene die hier werkt, die is denk ik aan het slapen. Omdat hij om 3 uur, 4 uur 's nachts weer gaat beginnen met werken hier. Ja. En de andere die daar ook over gaat, over het alarm, die is op vakantie. Ja. Nou, dus wij zitten nu voor een dichte deur. Dus we wilden iets leveren bij het stashhouse. Maar, jullie hebben het gezien. En binnenkort krijgen we ook onze eigen alarms, denk ik. Ja, denk ik. Ja, want ook hier gaan we weer verhuizen. Ja, ja want deze wordt hier zo verhuizen. En wij gaan hun verhuizen. Wij gaan hen helpen met verhuizen. En we krijgen ons eigen kamertje. En we krijgen ons eigen kamertje en ons eigen dingetje en alles erop en eraan. Dat wordt echt gaaf hoor. Ja. Dan nemen jullie ook even mee. Ja, dat wordt echt opnieuw inrichten en het beste van het beste. Ja, en dat is niet vanuit ons. Dat doen hun natuurlijk uiteraard. Ja. Want wij zijn nog bezig met ons kantoortje. Maar hun gaan ook nog hun kantoor. En daarmee is ook gelijk krijgen wij een kantoortje dan erbij. Omdat we zijn... De plussenpraktijken zijn bij ze. Zeker, ja. Platinumpakket. Het gaat steeds groter ook hier. Dus hun hebben ook meer ruimte steeds nodig. En het is wat praktischer daar. Maar nu zitten we te wachten. Ja, dit is wel vervelend. Ja, we wachten op 2 mensen. Eentje op de Dubai chocolade. Ja. Want die worden ook gemaakt op dit moment. Maar ik denk dat morgen wordt. Dat denk ik ook. Ze zijn nu deze nacht zijn ze aan het maken. Ik denk niet dat ze deze nacht nog afkrijgen. Nee, want de stickers moeten ook nog geplakt van de ingrediënten en de voedingswaren en bla 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 bla. En we weten niet of ze nou 17,50 op onze website gaan worden. Of iets goedkoper. Maar dan moeten we eventjes checken. Dat moeten jullie even checken. Bij de dealer is omhoog gegaan. Ja. Dat is spijtig hoor. Ja. Voor dezelfde reep, alleen het is inderdaad gekhuis. Ja. Het is echt gekhuis. Het is een beetje vraag en aanbod en daardoor gooien ze die prijs omhoog. En dan gaan ze kijken van nou wie neemt er nog wel af en wie niet. Ja, net als de booster. Ja. Als de rij lang is, dan gaan we naar €20. En als dat korter wordt, gaan we weer naar de 15. Ja, en dat is een beetje hetzelfde. Op dit geval ook zo. Ja, en wij zitten te twijfelen het nou dan wel of niet doen. Maar we krijgen zoveel mailtjes van mensen die zeggen iedereen, ja, ik wil hem hebben. Ja, en ik hoop dat we het kunnen beperken, de kosten. We doen echt ons best, heel afnemen. Maar we willen ook weer niet te veel, want je moet ze wel vers hebben. Ja. We willen niet langer dan een week voorraad hier liggen. Dat het dus een week oud kan zijn. Nee. Dus het is echt 2-3 dagen oud. Ja, en daardoor kan je niet 10.000 stuks nemen. Je kan ze echt lang bewaren hoor. Ja. Echt lang. Ja. Maar vers proef je wel echt het verschil. Ja, je proeft wel echt het verschil tussen 1 of 2 maanden. Maar wij willen echt gewoon 3 dagen. Dus als het bij jullie thuis ligt... Het is gewoon een bakkertje bij ons. Ja, dan is het echt vanuit de bakker, meteen, of vanuit de chocolaterie. 3 dagen later heb je het in huis. Ja. We proberen om de 3 dagen heen en weer te rijden. Ja, gewoon, het wordt nu gemaakt. Morgen halen we het op en waarschijnlijk einde weekend zijn we alweer uitverkocht. Ja, en dan halen we weer nieuwe of laten we weer nieuwe maken en die halen we dan weer die maandag op. Dus je hebt iedere week, word je verser dan vers, dan moet je altijd woensdag of dinsdag halen. Ja. Dat is het meest verse. Ja. Maar ja, voor een paar dagen verschil van een week, dat nee, dat merk je niet. Proef je echt niet. Proef je echt niet. Nee. Nee, wel van 3 maanden. Ja, dan gaat dat wel achteruit. Ja, ja. Zeker. Ja. Is het nog steeds hartstikke goed, maar dan is het wel verschil. Nou, kijk of we geappt zijn. Nee, we zijn nog niet geappt. Nee. Jammer jongens. Dit is vervelend.
Twee partijen die niet reageren. Nee, ik ga weer even bellen. Nou, we zijn weer aangekomen bij kantoor. Balen, man. We wilden dus dat allemaal regelen en allemaal doen. Maar dat moeten we dus verschuiven naar eventueel morgen. Maar we krijgen bezoek van iemand. En die gaat eventjes kijken naar mijn lampjesprobleem. Want ik heb hier dus het probleem. Dat als ik dus op dit knopje doe. En zou je zien dat je het nu wel doet. Want ik wil het laten zien voor de vlog. Dan doen ze het niet. Maar dus nu wel. En deze ruimte is prachtig. Is echt, zijn we hartstikke blij mee. Alleen je hebt daar spotjes. En die spotjes, die werken een of andere manier niet. Ik snap niet hoe het nou is. Maar iemand had me aangeraden. Dat was onze oude buurman. Onze oude buurjongen. En die had hier verstand van. En mede dankzij hem ben ik een beetje met Home Assist bezig geweest. En hij gaat me even laten zien wat ik nou fout doe. En die gaat het hopelijk fixen. Of dat het echt aan de ruimte ligt. Want dat is een beetje de twee dingen. Eén, of ik heb iets fout gedaan. Dat hoop ik. Of twee, het komt omdat we hier in een glazen kast zitten. En daardoor gaat geen enkele straling doorheen. Behalve dan, niks eigenlijk. Zeg internet. Internet. Ja. We hebben wel wifi in de hoek. Ja, internet gaat er wel doorheen. Ja. Maar Zagbi niet. Nee. Nee, die blijft buiten. Ja, die blijft buiten. Dat, ja. Dat gaat geen kant op. Nee, dus dat is een beetje het probleem. Dus we moeten de Zigbee-netwerk moeten we hier zien te krijgen. Wat is het mooi, hè? Zeg het zoveel. En die echo moet even weg. Maar daar zijn we ook mee bezig. Klopt. Met die akoestische gekke panelen om te kijken wat dat is. We hebben hier een los muurtje, maar dat is erg prijzig. Ja. Echt erg prijzig. €250 voor 30 bij 30 centimeter. Ja. Ben je wel lekker. Ja, dan heb je er 9 nodig. Een echo. Ja. Alleen de echo-plek moet hier weg. Ja, nee, dat is gewoon niet van, lekker. Ook met dit, met zo'n fiche dingetje, dan hoor je zo tik-tik is niet lekker. Nee. Is te hard. Ja, dus we moeten het software isoleren. En dat stukje daar, wat je daar ziet, die gekke stekker, die mag ook weg. Ja, daarom dachten we, als we hier iets overheen hebben, want dit haal je er zo af, dan zie je het ook niet. Nee, daarom. En dat kunnen we dan helemaal mooi wegwerken. Of iets met een lampje en de stroom. Precies. Nou, we zien kijken wat de mystery guest ervan kan maken. Ja, inderdaad. Ik ga die lamp erin hangen. Wat gebeurt erna? Is gek. Ik kijk helemaal stoer, doet het niet, dit, dat. Ik draai die dingen erin, systeem werkt perfect. Ja, hij doet het gewoon. Lampjes uit, ja. Oké. Niks aan de hand. Lampjes aan. Lampjes aan. Ja. Lampjes wit. Nou, moet je toch moe van. Doe eens lampjes wit? Ja, deze LED 2 bedoel je. Ja. Ja, dat kan niet. Ik heb nu nog even één kleur ingesteld. Kan niet verwachten. Heel gek. En dan komt iemand aan die heeft dit ook in zijn huis en alles erop en eraan. Dachten we, nou mooi, het werkt niet. Dan kunnen we het even meteen laten zien wat is er fout. Maar alles werkt. Ja, ik dacht, ik schroef gelijk die lampjes erin. Ja. Ik laat zien dat die niet werkt. Dus ik doe op, even random kleurpaars. Ja, gekke reset. Maar ja, zou je net zien, gaat hij de deur uit? Ja, doet hij het weer niet. Volgende dag heb ik weer, doet het niet. Ja, nee. Hey, dit is dik. Ja, dat is vet, want we hadden twee kanten zo op de tafel. Ja. Ja, heel, dit blijft echt zo lijp, hè, dit. Techniek, jongens, ik word er moe van. Soms werkt het niet. En dan kom je hier trots. Weet je wat nu werkt het? Ja. Nou, nu hebben we het allemaal thuis gezien dat het werkt. En dan komen er eens een keer iemand en dan langs. Let op, volgende vlog. Hij doet het niet. Ja. Ja. Of iemand komt langs die allemaal trots zegt. Kijk eens jongens, ik heb hier lamp. Dat hadden we toevallig laatst. Ja, ja, inderdaad. Toen wilde ik iemand laten zien. Zeg ik, nou, kijk eens, klik erop. Klik erop. Update. Ja, update. Toen werkte het niet. Ja. Nou, toen zei ik van ik word er nu moe van. Ik schroef nu die dingen eruit. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Nou. Doe ik ze er weer in. En deze werkt wel perfect. Want we hebben hier die andere knop liggen. Moeiteloos. Dit is echt instant klik en gaan. Plop uit, plop aan, plop uit, plop aan. Ja, dat is echt. En dan hebben we zelfs nog gewoon hier zonnewering omhoog. Hij is omhoog, naar beneden. Kijk dan. En zonnewering omhoog. En dan hebben we hier lampen uit, lampen aan. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is. Dat is fantastisch. Dit is precies wat we altijd wilden. Alles super slim, alles te besturen. Perfect. Ja, en dan alleen, dit werkte niet. Maar ja, dat werkt dus nu ook. Ja. Nu zijn we klaar, zou je denken. Ja. Maar ja, volgende keer alles weer kapot. Komt door die plantenbak misschien. Dus geeft het toch als een positief signaal. Zal dat hem zijn? Denk het. Volgens mij hebben we bezoek. Ja, die staat voor een hek. Ja hoor. Het hek kunnen we ook weer op afstand besturen. Kijk, gaat die hoor. Draai, twee, een en open. Leuk hoor. Nou, gaan we eens even kijken. Kijken wat voor een BMW'tje was dit of niet? Ik denk het. Hij zei dikke wagen, blow off. Alles erop eraan. Met turbo. Met turbo. Klinkt altijd eng, hè, met zo'n auto. Is altijd eng, ja. Nou, launch control. Volgens mij is het een Bampy. Ja, we zien het wel weer. Oh. Ik dacht, hij trekt hem even door hierheen. Ja. Trek hem eens even door hier. Maakt alles mooi schoonsteen, hè. Stofzuiger. Ja, dit klinkt wel lekker. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, ik vind het wel vet. Ja, oh, kijk, gekke ambilights. Ja, dat vind ik helemaal mooi, die ambilights. Ja. We gaan even kijken. Ja. Goeiedag. Auto's blijven leuk. Ja, dat zegt hij altijd. Hè? Ja. Ja, leuk weer even de buurman. Wij zeggen altijd morgen. Wij zeggen altijd morgen. Goeiedag.
Oh, mensen hebben er ook moeite mee. Zeg ik soms morgen. En dan ga je morgen, jongens. Ja. Het is 3 uur. Zijn jullie net jullie nest uit? Jullie zijn net wakker, zeker. Go, disco party, party. Ja, hij doet het nog steeds. Waar het misschien zou kunnen zijn, is als je hem in het amateur stopt. Dat zou het nog kunnen zijn, dus we laten ze ook even hangen erbuiten. Kijken of hij het zo blijft doen. En anders, ja, zou het aan die lamp kunnen liggen. Gewoon het spotje zelf, het armatuur. Ja, ja, dan moeten we... Hoop ik niet. Nee. Want dat zijn hele mooie, die hebben we juist gekozen voor deze airhockeytafel. Maar ja, als dat niet werkt, dan werkt het niet. Nee, dan is maar het zo om te laten halen. Dan kunnen we wel weer kiezen om ervoor te kiezen om huw erin te gooien. Ja, en dat was voor 2 spotjes. 90 euro. 90 euro. Ja, dat is echt... Deze is 40 euro in de aanbieding. Vond ik al veel. Ja, dat vond jij al veel. Ja. Ja, ik kijk er niet van op, omdat ik alles heel heb thuis. Ja, nou, dus ik vond het alleen maar goedkoop. Maar ja, 90 euro voor 2 spotjes. Maar ja, als het werkt, werkt het. Want nu hebben we niks. Nee. Nu hebben we het wel. Ja. Maar, je kan ook altijd nog een kabeltje leggen, druk hem op aan, knop is hij aan. Dan heb je ook het gezeur niet. Maar dan heb je dus niet dit zo smooth en zo mooi. En dan heb je hoe dat aangaat. Ja. En... Daarom. Nee, dan moet je echt dat digitale... Ja, ja. En we hebben niet veel kabels hoeven te trekken hoor, om dit allemaal te regelen. Nee. Hier ook, dit ding. Helemaal draadloos. Dit is gewoon pakken hier. En gaan. En je hebt gewoon dit ding helemaal draadloos. Als je erop klikt, dan plop, gaat het gewoon uit. Ja, dat is echt ziek. Kleurtje dingetje in het wit. Hoppakee. En via de app, via alles. Ja, ja, dat is echt. Nee. Zelfs via jouw streamdekkie. Alles. Ja. Moeiteloos. Zeker. Geen kabel getrokken. Helemaal, ja, naar de computer. Meer niet. Ja. Maar die moest toch al. Ja, nou en dat is dus het hele ding. En daarom zijn dus die lampjes zo duur. En dat maken die lampjes duur. En Hugh is nog steeds marktleider. En ik blijf het zeggen. Hugh, als je kijkt, sponsor ons alsjeblieft. Ja. We willen graag op jullie hoofdkantoor even een bakje koffie drinken. Ik wil graag de kwaliteit van de koffiebonen proeven. Ja, inderdaad. En van de lampjes willen testen. Want ik vind het overal Hugh mag hoor. Want Hugh kan je echt helemaal zo, maar dan wil ik me toch even een ledstrip even... Ja, en hoor je dit, hè? We willen dan van Hugh, willen we dan hier zo. Zo'n langwerpige lamp. Je hebt hele mooie lamp van Hugh. Die is heel lang, maar die is... Ja, dat is niet normaal. Maar die werkt heel soms goed. Soms zie je hem hangen bij mensen thuis en denk je, oh, wat heb je ervoor betaald? En dan zeggen ze het en dan denk je, ja, dat is echt de prijs. Ja. 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 En dat mooie is dan, het werkt wel fantastisch. Ja, in één keer. In één keer. Ja. Eén klik. En het werkt. Ja, en ze hebben natuurlijk van die andere spotjes die je achter je bed hebt. Dat zijn ook hele mooie dingen. Klopt. Nou, ja. Je kan je huis prachtig maken, zoals met buitenverlichting. Ik heb nu sinds kort dus de Hue LED strip achter mijn bed. Oh. Maar voorheen had ik dus inderdaad een soort van, wat is het eigenlijk? Prachtig. Spotjes gewoon. En dan kan je mengen met meerdere kleuren. Die liggen letterlijk in mijn kast, dan moet ik nog een plekje geven. Zonder... Oh nee, ik heb er eentje trouwens in een plant. Die schijnt een plant in. We hebben ook een plant. We hebben ook een plant. Maar dan moet er eigenlijk GU10 spotjes in. Zo. Ja. En een heel minimaal fel. Ja. En dan precies hier zo onder verlicht die. Och. Ja, we kunnen het zo en dan met die rookmachine een beetje nevel, weet je. Ja, ja. Nou, op naar het stash. Oh ja, dat moesten we ook nog doen, jongens. We moeten naar het stashhouse, het alarm is eraf. Dus we kunnen naar binnen en we kunnen daar eventjes leveren wat we moesten leveren. Oh, ik moet even de lichten uitdoen. Kijk, is ook allemaal dat digitale zooi. Leuk hoor, leuk. Ook dat ding is helemaal draadloos. Ja, ik vind het helemaal mooi. En de samenbe. Pakketje. Ja, we gaan even de pakketjes afleveren. Oh, hier is het lampje. Nou, ik pak even de andere dozen. We gaan de levering dus van Pyro doen. Hè? Oh, deur. Ja, oké. Ga ik weer terug. Ga ik even de levering, want dit is de levernieuws van Pyro, dat we hier af gaan leveren. Die zijn we ook een tijdje niet geweest. En Your Pyro, hè. Kijk eens eventjes. Your Pyro. Kijk hoe vet, hè. Hier ook. Deze dingen, die zijn echt van silver match. Die gaan echt knijteren. Deze is trouwens leeg. Dit zijn lege doosjes. Maar ik laat ze ook zo eventjes. Oh, dat is echt top aanstekers. En ondertussen, jongens. Het schepsnoep is weer op voorraad. Check de site candyforyou.nl. Allemaal schepsnoep. En ook de mystery. Je weet niet wat erin zit, maar het zijn de mysteries. En de stickertjes gemaakt. Ja, kijk, die plakken we er hier op. Ja. Dit zijn de stickertjes van de donkere portemonneetjes en de lichte portemonneetjes, de kitjes. En zo kunnen we het gewoon zien bij de inpak. Wat is licht en wat is donker? Ja, lichtgrijs, donkergrijs. Het is eigenlijk alleen maar de portemonnee wat anders is. Want de aansteker is gewoon hetzelfde. Ja. Alleen je hebt een lichte portemonnee en een donkere portemonnee. Ja, dat is heel, heel simpel. En die moeten dus allemaal gesorteerd worden met een kleurtje. En dat doen we allemaal met handwerk. Allemaal weer handwerk. En sowieso, dit pakketje is alles met de hand. Ja, echt dat niet normaal. Gezien. Ja, ja. Kijk eens, mooi stekkie. De lichte, de donkere, prachtig. Het blijft echt zo mooi. Ja, hoe dit erin zit met het koordje en het portemonneetje. Ook echt gewoon... Ja, compact. Echt, de lichten. Boom. Ik sta zo achter deze portemonnee, dat is echt niet normaal. Dat is gewoon, die hebben we toen gemaakt omdat we misten een bepaalde portemonnee. En toen dachten we, wat met muntjes. En dit, dat, zo, zo. En toen dachten we uiteindelijk van, moeten we niet onze eigen portemonnee ontwikkelen? Nou, dat hadden we toen gedaan. En toen uiteindelijk kwamen we op dit ontwerpje uit. En toen dachten we, dit is perfect. Ja, dit is prachtig. Dit is echt perfect. En dit zijn dus de kerstversies, gewoon. Dit misten we. Muntjes. Hop. Ja. Lucht voor je auto op te pompen of wat dan. Je hebt altijd een paar euro nodig. Ja. Je hebt het bijna nooit in je leven nodig. Maar als je het nodig hebt, dan heb je het niet. Dat is perfect. Ding. Ja. Nou, het staat weer helemaal ready voor morgen om het te verkopen. En er waren, terwijl ze aan het inpakken waren, alweer 2 verkocht. Ja,
Dus, en hebben we niet eens gemeld. En dit zijn dus die kerstedities. En kerst gaat altijd veel, veel harder dan de normale versie. Ook onder de kerstboom, je pakt dit in. Dit is echt zo'n giftbox. Het ziet er zo vet uit. Je hebt gewoon twee aanstekers, dus met oud en nieuw kun je gewoon stoken. En je hebt een portemonneetje bij, dat als de politie vraagt, oh, mag ik je ID even zien? Hoppa, en je hebt je smal aansteken met kerstmutsje en dat is uniek. Dat is uniek, ja. Ja, die heeft niemand nog. Dus stel iemand zegt, ik heb een paro aansteker en dan laat hij hem zien, dan weet je al, oké, hij heeft het pakketje gekocht. Ja, het is alleen te kopen pakketje. Ja. Houden we ook zo. Ja. Ja, gaat ook niet alles openbaar komen. Nou, we kunnen weer. Ja, let's go. Let's go, Dio. Deurtje weer dicht, het regent lekker. Ja. Op naar kantoor. En het is alweer nacht. Mensen, bedankt voor het kijken. Laters. Later.